Gelukkig zijn we met z'n allen steeds meer van bewust dat duurzaamheid belangrijk is. En Bever heeft zeker voor een winkel een bijzonder standpunt. Terwijl veel winkels het belangrijk vinden dat zij zoveel mogelijk spullen verkopen, zegt Bever, koop zo duurzaam mogelijk, wees lief voor je spullen en koop pas echt iets wanneer je het nodig hebt. Een geweldig initiatief voor een betere wereld, vind ik. En daarom in deze video, hoe zorg jij ervoor dat jouw wintersportuitrusting zo lang mogelijk meegaat? Michael, hoe zorg ik ervoor dat mijn skis of mijn snowboard zo lang mogelijk meegaan? Allereerst is het belangrijk dat je skis goed droog opbergt. Na het skiën goed afnemen met een doek. Het liefst los van elkaar bewaren. Niet in de dakkoffer, wat heel veel mensen doen. Maar zorg dat je bij je appartement of hotel altijd even droog neer kan zetten. Dan gaan ze wat langer mee. Belangrijk is dat je een maandje of twee à drie voordat je op wintersport gaat, je skis nog even laat waksen. Dat je er optimaal plezier van hebt op je vakantie. Belangrijk is om ze daarna ook te waksen. Blijf je ski wat langer goed, gaat hij minder roesten als je hem toch wat vochtig opbergt. Nou, de wintersport is voorbij en voor veel mensen het moment om huppakee, die skis of dat snowboard in de scheur te zetten of naar zolder. Heb je daar nog punten die belangrijk zijn? Belangrijk is om je ski of snowboard binnenhuis te bewaren. Zolders of schuurtjes zijn vaak vochtig, wat niet goed is voor je skis. Belangrijk is om het los van elkaar te bewaren. Wat aan te raden is, is om de veer van je binding even los te draaien. Dus om een wat lichtere stand te zetten. Blijft er geen spanning op je veer staan, gaat je binding wat langer mee. Ook is het belangrijk dat je bindingen uitgeklapt staan en niet ingeklapt. Er zijn natuurlijk ook speciale hoezen voor skis en snowboards. Is dat verstandig? Altijd verstandig om je skis of snowboard in een hoes te bewaren. Het is veiliger. Zorg wel voor dat ze droog in de hoes gaan. Nog andere tips waar we rekening mee moeten houden? Het allerbelangrijkste is om ze niet naast de kachel op de neer te zetten of in het directe zonlicht. We vinden het natuurlijk ook belangrijk dat onze skischoenen of snowboardschoenen lang meegaan. Hoe kunnen we daarvoor zorgen? Op vakantie moet je er altijd voor zorgen dat ze droog staan. Een tip is om je binnenschoenen eruit te halen en die goed te laten drogen. Belangrijk is dat je schoenen warm staan. Eenmaal thuisgekomen is het bewaren hetzelfde. Droog, kijk je schoenen na of er geen schade op zit. En belangrijk is dat je de snallen vastzet, anders gaat je skischoen vervormen. En waarschijnlijk zet ik deze dan ook niet in het scheurtje of op zolder? Nee, klopt. Deze mag je ook gewoon weer thuis binnen bewaren. Niet in de directe zonlicht en niet naast de kachel. Hoewel het natuurlijk leuk is om regelmatig nieuwe skikleding te kopen, is dat natuurlijk helemaal niet duurzaam en ook niet verstandig. Hoe zorg ik er dan voor dat mijn pak zo lang mogelijk meegaat? Allereerst is het belangrijk je kleding goed te laten drogen op vakantie. Eenmaal thuisgekomen is het goed om je kleding te wassen en te impregneren. Zo behoud je de ademende functie en de waterdichtheid van je jas, zodat je hem volgend jaar weer goed kan gebruiken. En hoe vaak moet ik nou eigenlijk wassen als ik meerdere keren per jaar ga skiën? Het liefst na elke vakantie. Als je inspant ga je natuurlijk ook weer zweten. Zweet gaat in de jas zitten, wat ervoor zorgt dat je jas wat minder lang meegaat. Dus dat moet je er weer uitwassen. En stel dat ik dat wassen en impregneren van mijn wintersportkleding nou toch een beetje spannend vind? Dan breng je jas hier gewoon langs de Bever en dan gaan wij hem voor je wassen. En als je erachter komt na je wintersportvakantie, er is iets kapot, breng hem langs en wij repareren het voor je. Bedankt voor al je tips, Michael. En zo zie je maar weer, zuinig zijn op je wintersportmateriaal is niet alleen fijn voor je eigen portemonnee, maar ook voor de wereld.